Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Jamie en het is vandaag weekvlog nummer 13. Het is nu ongeveer een uurtje of 1 uur en ik ben klaar met school en ik ben eventjes naar de stad gegaan om wat dingetjes te halen. Als eerste had ik nieuwe oordopjes nodig. Deze koop ik altijd bij de HEMA. Echt, deze zijn zo ontzettend fijn. Ze zijn maar 4 euro. Dus niet echt heel duur. En dan wil ik binnenkort een fotolijst collage gaan maken met foto's van mijn Instagram. Die ik dan daar boven mijn tv op ga plakken. Dus die ga ik jullie ook even laten zien. En ik heb nog helemaal niet de goodie bag laten zien van de Beauty Gloss Party. Maar er zaten alleen maar oogschaduw en een lipstick. En die heb ik allemaal aan mijn moeder gegeven. Dus die kan ik helaas niet meer laten zien. Maar ik kan wel deze laten zien. En dit is de André Lon Shape Your Curl Gel Spray. Ik laat het even beter zien. Want... En dan laat ik ook gelijk even de foto's zien. En de douche gel die ik heb gehad van André Lon. Ik heb deze dus gehad. En dit is van de Pink Collection Shape Your Curl Gel Spray. Mooie krul en anti-pluis. En deze ruikt ontzettend lekker. En deze is van André Lon. Dan ga ik nu de foto's met jullie behandelen. En die wil ik dan zeg maar daar boven op gaan plakken. Ik heb er al heel veel. Maar ik laat ze even aan jullie zien. Als eerste heb ik deze met Lynette. Deze. Oh. Kijk dit. Met Diana, want die is voor Dazzle. Deze vind ik super leuk. Met Kaya, Ilona en Aimee. Deze met Marije. Voor mij was het helemaal niet goed. Marije. Deze. Zijn dit er twee? Geen idee. Eigenlijk. Oh. Ja, dit waren er twee. Deze met Gerenzo. Deze met Jeroen. Deze heb ik gisteren gemaakt. Voor mij gisteren, voor jullie afgelopen zondag. Bij de Beauty Gloss Party. Met Jeroen en Marije. Nou, hier maken we de foto. Dus dat is eigenlijk die foto geworden. Deze foto met het hele goodie bag team. Vind ik wel leuk. Deze met Amber en Sterre. Deze met Bibi, Robin en Kaya. Deze met Kim. En deze met Sophie. En deze foto's wil ik dus allemaal gaan ophangen in mijn kamer. En ik ben vooral heel erg blij dat ik gewoon hele leuke foto's weer heb. En voor deze foto's heb ik er 13 uitgeprint en ik was er 3 euro kwijt. Dus voor een tip, als je een foto's wil uitprinten, doe het dan bij de HEMA. Of bij de HEMA, bij Kruidvat of bij HEMA. Echt super goede kwaliteit foto's. Dus die ga ik een mooi plekje geven. En dan laat ik jullie nu de Kokos Boost zien van André Lon. En dit product van André Lon, Kokos Boost, geeft luchtig volume aan je fijn haar. En die heb ik gisteren gelijk gebruikt. En die werkt ontzettend goed. Zoals je kan zien is mijn haar best wel, door dit product best wel meer volume gecreëerd. Maar ik heb er ook droog shampoo in gedaan. Dus dit product. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ben onderweg naar stage. Ik ga zo meteen naar school toe. En of na stage ga ik naar school. En vanavond gezellig met mijn stiefvader voor mijn verjaardag nog naar de Bodyguard The Musical in Utrecht. En ik neem jullie vandaag weer mee. En het is donderdag vandaag, of had ik dat al gezegd? Doei, tot zo. Hey, bij de Bodyguard in het Beatrix Theater. We gaan naar binnen. En ik heb een ice frappé. En we zitten op balkon, dus chill.
Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 13 mei, vrijdag de 13e. Ik ben wakker geworden, het is super lekker weer. En gisteren was zo ontzettend awesome, de musical. En het is 8 uur, ik moet de bus hebben over 20 minuten, dus ik ga me nu echt opschieten en haasten, whatever. Dus ik zie jullie zo weer als ik terug ben, of misschien op stage. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag, ja. En het is voor mij een hele drukke planning vandaag, want ik ga zo meteen eerst de weekvlog al editen. Daarna moet ik mijn kamer opruimen, want dit moet weer aardig gedaan worden. En dan ga ik even rekenen, 2 oefeningen. En daarna komen er allemaal vrienden, want vanavond is de finale van het Songfestival. We staan er namelijk ook in, met Douwe Bob, Slow Down. En dat ga ik kijken, maar die komen allemaal pas om 3 uur, 4 of 5 uur. Dus ik heb wel nog even de tijd om even te doen, zeg maar. En om 3 uur kan ik toch niet meer editen, omdat daar die vrienden dan langskomen, zeg maar. En dan wil ik daar ook gewoon gezellig mee praten en zo. En dus dat ga ik nu doen. Het is vandaag iets kouder, het is 12 graden, maar het zonnetje schijnt wel. Ik moet ook nog douchen, dus ik heb echt best wel nog veel te doen. Maar eerst lekker ontbijten. Of wat heb ik... Wacht, ik heb net ontbeten. Wat zeg ik? Ik ben nog niet helemaal wakker, jongens. Dus tot zo. Lunch. En de vlog van Kitty's Cupcakes kijken. Oké, ik heb hier nog even neergezet op mijn computer. Het is nu 14:15 en ik ga nu kijken hoeveel abonnees ik heb op dit moment. De site waar je op kan kijken is Live Count. En dan ga ik naar deze... Oké, dit is dus niet mijn YouTube kanaal. En dan voer je hier je YouTube kanaal in. Heb ik het goed geschreven? Ja, ik heb het goed geschreven. En dan druk ik op Enter. Op dit moment heb ik er 686. En als je dan op subscribe drukt bijvoorbeeld, dan ga je ook echt naar je YouTube kanaal. Kijk. Boom. En dit is dan mijn YouTube kanaal. De video's, die staan hier. Oh, mijn Instagram is ook ineens veranderd, zie ik net. Video's everywhere. Dus, ik ben blij. En als je dan op refresh drukt, dan gaat hij ook echt refreshen. En ik heb er nog steeds 686. Dus, ben je nog niet geabonneerd, dan kijk je nu deze video. Check deze YouTube kanaal. Dan ben je doodleuk de weefvlog aan het editen en allemaal andere video's aan het kijken op YouTube. En dan kom je er ineens achter dat het 2:30 is. En dat om 3 uur de mensen alweer voor de deur staan. En dit nog in je kamer is. Terwijl Kiara vanavond blijft slapen. Gezellig. Dus trouwens wat ik aan heb vandaag. Ik moet maar doen alleen. Mijn H&M trui. Mijn nieuwe Zara broek waar ik echt super blij mee ben. Ik heb echt een issue met broeken omdat ik... Deze broek met die gaten, die heeft mijn moeder als korte broek geknipt. Veel te kort. En mijn zwarte broek ben ik een soort van uitgescheurd. Dus ik heb gisteren, dat heb ik helemaal niet gefilmd. Ik ben gisteren nadat ik naar de ding ben, of naar stage ben gegaan, ben ik naar de stad gegaan. En heb 2 broeken gekocht. Deze bij Zara en deze bij de C&A. Ik vond hem wel super chill zitten, dus die. Oh, wacht. Ik heb er 3 gekocht. Ik was deze vergeten. Een lichte broek. En deze komt van... Waar komt deze van? Skinny. Deze komt van de Cool Cat. Super chill. Ik heb mijn... omdat ik deze broek wilde ik een paar keer halen. Maar toen ja, besefte ik me eigenlijk dat... deze broek wel heel erg lekker zit. Maar ze hadden mijn maat niet meer. Ze hadden nog maar eentje in mijn maat. Dus toen ben ik naar de C&A gegaan. En daar zag ik de Lindy. En naar de Coolcat. En toen heb ik 3 broeken gekocht. Super chill. Ik ga even mijn kamer opruimen. En dan zie ik jullie zo weer als Kiara er is. Want ik moet ook nog boodschappen doen. Oké, het is nu 4:15. En er is maar 1 iemand hier nu. Van de 5. Huilen. Nee, geintje. Ik ben nu aan het chillen met... Yo! Kiara! Yay! Alleen is overbelicht! Yay! Wacht, ik ga even kijken. Oh. Nee, nu is het echt donker. Daar ben ik weer! Yay! En Jamira is onderweg, Sophie is onderweg. En Ines en Marcia die komen pas later.
super chill. We gaan vandaag het Songfestival kijken. En ik hoop natuurlijk wel dat Nederland doorgaat. Of doorgaat. En Kiara blijft hier gezellig slapen. En volgende week blijft Kiara weer slapen. En Sylvana blijft dan ook slapen. Maar dan niet op dezelfde dag, maar op zaterdag op zondag. En dan moeten we best wel vroeg opstaan. Al om 6 uur of zo. Dus hoppie vroeg. Maar goed, dat zie je allemaal in de weekvlog die volgende week maandag online komt. Super chill. Dus, en wat is Kiara nu aan het doen? Ze drinkt rosé. Badass. Bitches. Badass. Oh my god, volgens mij heb ik iets van. Badass. Woe. Nu ga ik ook even drinken, want ik heb dorst, maar ik ga niet aan de wijn. Ik ga aan de multivitamine, want multivitamine is gezond voor mijn lichaam. Doei. Hi, Ian. Hi. Daar is Dania. Jay, daar is Quinty. Mama, zwaai eens. Ik wil ook niet jouw en daar is Kiara, Sofietje met kussen en Jamira. En Marcia zit daar, maar die wil dus niet op camera. Jay, we willen allemaal niet op camera. En daar is de Ines weer. Jee. Ja, echt leuke schoenen bij de way. En ik zit. Hoe duur waard, denk je? 10 euro. Nee, 5 euro. Prima. Oh, leuk. Nou, ik zie jullie zo weer, want we gaan zo meteen pizza eten. En voor wie zijn we voor de Songfestival? Nederland! Hou je bek! Nee, geitje hoor. België! Ja! België. Marcia is voor Oekraïne. Dus ja! Doei! Van die trap af! We gaan dus nu een videofilm met z'n vijven. En we gaan een I have her net. Oh, trouwens, leg niet op de rommel in mijn kamer. Never have I ever, Will. Never, ever, ever. Nee, never have I ever. My room. Jamie. Wat? Je hart ligt eruit. En je broek ligt hier. En je nagelschaar, goorlel. Oké, doei. Oké, maak even backstage beelden dan voor de vlog. Nee. Ja, backstage beelden, what the fuck? Het is nu 1:15 en ik ga lekker slapen en ik zie jullie zo meteen weer, dus voor jullie over een paar seconden en voor mij over een paar uur. Dus nou, jullie zien nu wat er morgen zondag dus gaat gebeuren. Het is vandaag zaterdag. Het is vandaag zondag en het is nu ongeveer 12 uur en ik ben heel erg brak, ik ben fucking moe, maar ik heb we gaan nu even weg. We gaan naar TU even een verlengstuur brengen. En wat heb ik aan? Heel mooi. Ik heb echt mijn allerleukste kleren aan. Deze sweater komt van de American Today volgens mij. Dan dit dikke vest komt van de H&M. Mijn joggingsbroek komt van Nike. En mijn schoenen zijn van Adidas. En ja, het is gewoon even snel die verlengstuur brengen. En dan weer naar huis, want ik heb geen zin om iets te doen vandaag. En Kiara is hier. Kiara ziet er weer echt mooi uit vandaag in haar jurkje. In vergelijking met mijn ik lijk net zwerver. Maar we gaan er vandoor. En ik zie jullie zo weer. We zijn dus net vanaf de TU gegaan. En we gaan nu lekker weer naar huis. Huh? Oh, hierheen, hè? Oké. Okay. Kijk, achter me is de TU. Want mijn zusje die zit daar te leren voor haar examens. Want die heeft ze aankomende weken en ben best wel blij. Oh my god, een hond. En we zijn allebei, ik ben heel erg brak. En boeit me niet hoe ik eruit zie. Als ik het maar leuk heb. Nee ja, we zijn aan het fietsen en onderweg naar huis. En we gaan thuis, gaat Kiara weg. Kiara heeft nog een afspraak. En ik heb niks, dus ik ga lekker, als ik thuis kom om 4 uur, de livestream kijken van Jeroen van Holland en Janzo. En
Ik ga jullie weer ophangen, want vloggen, fietsen en praten en kauwgom kauwen gaan niet samen. Oh, mijn haar zit echt zo best wel chic. Nou, doei. Wat heb je deze maand? Lekker veel geld, hè? Kiara wordt weer rijk. Oké, Kiara is weg. Ik ga nu in bed liggen. Dat heb ik gewoon lekker vanaf nu besloten. Dat ik lekker in bed ga liggen. Mijn kamer is nog echt een bende. Maar dat boeit me echt geen reet. Ik ga lekker in bed liggen. En ik ga lekker in bed de livestream kijken van Gerenzo en Jeroen. Yay! Super veel zin in. En dan dadelijk ga ik gewoon alles opruimen en zo. Vanavond moet ik 2 video's editen. De weekvlog natuurlijk. Die moet ik nog voor een deel editen van gisteren. En van vandaag nog de beelden erin plakken. Want dat heb ik vrijdag heb ik dat al gedaan. Met de beelden van maandag tot en met vrijdag heb ik al gefilmd. En geëdit. En dus dan moet ik alleen nog de beelden van zaterdag en zondag erin voegen. Super tof. En dan de Best Friend Tag die we gisteren hebben opgenomen met Jumeer, Kiara en Ian. En die komt ook online. Als jullie deze vlog zien, staat hij niet online. Dan komt hij woensdag online. En dan zal het linkje woensdag, zal ik het linkje wel plaatsen in de vlog van maandag. Of in de beschrijving van de vlog van maandag. En heel ingewikkeld verhaal. Maar hij zou sowieso, als het linkje nog niet online is. Of als deze jullie maandag deze vlog. En woensdag, dus voor jullie overmorgen, komt de Best Friend Tag online. En als woensdag de vlog, die video online staat, zet ik ook dat linkje van die video in de weekvlog. Want als je eerst de weekvlog krijgt, kan je gelijk onderklikken naar de beschrijving. En ja, oké, top. Dus ik ga nu de livestream kijken, want die begint over ongeveer 20 seconden. En ik zie jullie zo weer. Doei. Kijk, cijfertjes. Jeroen, wanneer gaan we om Eagle? Ja, Diana. Jullie lopen vast, Jeroen. Ja. Oh, dat is wel op zich wel, als je ons allebei tegelijk aan wilt spreken. Ja. Hey, Jeroen zo. Hallo. Mas. Livestream kijken van Jeroen en Gerenzo. En mijn camera is bijna vol, dus ik ga hem even kappen nu. Ik ga net even kijken en ik zie jullie zo weer. Oké, god, wacht. Ik word gebeld door Tom. Nee, maar misschien gaat iets geks zijn. Oh, Thomas, check is bij guest. Je kan je mensen toevoegen in het gesprek. Oh, je bent met Jeroen. Hallo? Wat? Doe dat eens. Waarom? Dan gooi je hem gewoon weer uit als hij saai is. Zeg maar, doe jullie dan. Ja, doe nou, doe gewoon. Nee. Dit is zo zat om naar te kijken. Doe echt. We gaan iemand toevoegen die ook zijn webcam aan heeft staan. Oh wauw, je hebt echt zo leuk. Ja, die, I know. Maar dan moet je doen ook. Dan doe je maar 10 seconden en dan zeg je dan wel. Doei. Oh, gaaf, ik schrik van. Schrik daarvan. Hey. Hallo? Ik hoor niks. Hallo? Wat je geluid aan? Oh, drop. Volgende. Lukt niet. Lukt dat niet? Oh. Mij doe. Oké, Oké, dit was het weer voor deze week. Ik bedank je voor het kijken naar deze vlog. Nee. Dit was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie een leuke vlog weer vonden. Ik vond het in ieder geval wel weer leuk om op te nemen allemaal voor jullie. Ik zie jullie woensdag, want er komt namelijk de Best Friend Tag online. En dan zie ik jullie woensdag weer. En anders tot volgende week maandag. Doei.